Het is voor ons denk ik allemaal wel een eer om met zo'n mooi schip te mogen varen. Ja. Ja, dat is natuurlijk nieuwe techniek. Het is sowieso al een heel ander bedrijf met alle elementen en boord zijn ook allemaal nieuw. De elektronica is nieuw en we hebben te maken met accu's, we hebben te maken met gas en we hebben te maken met zonnecollectoren die op het bovendek liggen. We hebben hier twee banen en als ik hier ga staan, dan sta ik boven de fietsengang. En als ik hier ga staan, dan sta ik boven het water. De fuiken zijn gebaseerd op de wagenmaker. En om extra ruimte te krijgen hebben we hier bovendek hebben gezegd van maken we een breder. En dan kunnen we dus een kleine 40 auto's meer meenemen. De bediening is iets anders. We hebben een nieuwe type micropilot. En de layout van alle apparatuur die we hebben, die ziet er anders uit als op de Dr. Wagenmaker. We hebben hier meer bedieningsmogelijkheden in onze stoel. Ja, en voor de rest komt het eigenlijk allemaal wel een beetje op hetzelfde neer. Voelt vertrouwd. Ja, vroeger liep ik nog met een poetsdoek en pen en papier. Alle temperaturen rondjes lopen, opschrijven. Tegenwoordig is het allemaal met sensors, het gaat naar de computer. En het enige wat je eigenlijk kan doen is een printout draai maken. En zeggen, oké, nou dat is het, dat gaat naar kantoor toe. En alsjeblieft. Het is mooi dat het de wagenmaker 2.0 is. Laat ik het zo maar zeggen, de verbeterpunten die wij als personeel ingebracht hebben, die zijn voor een heel groot deel meegenomen in het bestek. En dat zien we ook voor een heel groot deel terug. De eerste paar keer dat je hier rondloopt heb je echt het idee van, daar mogen we straks wel gewoon ons werk op doen. En dat geeft wel een trots gevoel, ja, absoluut.